Iedereen zegt dat grote stoeken groot kunstenaars willen. Nou, dat ga ik eens testen vandaag. Ik ga vissen met de Savage Gear Line Through Pike. Een aasje wat bizar groot is, maar ook bizar zwaar. Ja. Volg hem. Ja. Hij ligt nog. Nee! Is het mogelijk om op dit aasje een enorme snoek te kunnen vangen? Dat gaan we meemaken in dit avontuur. Ja, op de pike! Nieuw PR, 1 meter fucking 19. Dit is gewoon bizar. Oh, het is echt niet normaal hoe zwaar dit aasje al niet is. Ergens weet je gewoon in je achterhoofd dat als er een vis op klapt, is het in ieder geval geen 50 centimeter visje. Wat een bizarre sessies waren dat, zeg. Ja, dames en heren, na verloop van tijd is mijn gevalletje kijken op groot kunstaas een beetje veranderd. Want dit is nu echt groot kunstaas voor mij. En vroeger vond ik een stukje kunstaas van een centimeter of 10, 15 al super groot. Nu is het 37 centimeter. Wij gaan eens kijken of we met deze Savage Gear Line Through Pike een dikke, vette snoek kunnen vangen. Gaat het lukken? Dat gaan we zien. Ik denk dat het in ieder geval een poosje gaat duren voordat ik hier mijn eerste aanbeet op ga krijgen. Maar ik ga jullie gewoon meenemen in het hele avontuur. Oh ja, dit wordt echt denk ik een hoop sessies blanken met zo'n aasje als dit. Maar om te proberen, is het wel super leuk. En zo kan ik jullie toch laten zien dat je ook met dit soort groot kunstaas en dan gewoon een relatief goede hengel, kan je dit ook gewoon gooien. Normaal zijn deze aasjes gemaakt voor vissen vanaf de boot, door middel van trollen. Maar hey, het kan er ook gewoon mee gooien, jongens. Oh, snoekvolger! Die was misschien, wat zal het zijn, 80. Ik gooi hem naar rechts en ik zit zo, dus ik zie hem ineens aankomen vanuit de verte. Maar hij zwom ergens naar het midden, maar volgens mij zwom hij net nog een keer weg. Hij ligt nog in de omgeving. Ja, dit is pas aas, hè? Visserij. Ja, volgen. Oh. Zag je hem? Keert weer weg. Ja, weer volgen. Oh, zit er achter. Ging gewoon weer onderdoor, hè? Ik kwam gewoon vanuit rechts kwam die. Ik zie hem net heel rustig rondom gaan. Ja, beste mensen. Vandaag ben ik niet alleen. Hij probeert een beetje weg te lopen voor de camera. Maar we zijn met Daniel, vismeester. Goeiedag, jongens. Dus als je hem nog niet volgt op YouTube, volg hem zeker even. Het linkje staat hieronder in de beschrijving. Yes. Ik zal even mijn capuchon afdoen. Ziet er wel beter uit, hè? Kijk, daar ben ik. Goeiedag. Maar denk jij dat ik wat ga vangen met die pike? Ik denk het wel. We hebben al heel veel volgers gehad. Ja, we hebben actie gehad ondertussen, dus, maar bijten doen ze nog niet. Nee, bijten hoor, maar volgen wel. Maar ik denk dat het nog wel goed komt. We hebben wel een mooi stuk hier. Alleen je zou verwachten dat ze hier zitten, maar het is aardig kaal. Ja, het is echt kaal. Zo'n perfect stekje, bruggetje, boten. Maar ja, de snoeken liggen er niet. Dus ik denk dat wij nu gauw doorgaan naar de polderstelsels. Daar ga ik dan niet met de pike vissen, want daar is het wel een beetje overkill. Ja. Maar hey, tijd voor een leuk jerkbeetje of glidebeetje. En, kijk tijd daar voor een beetje. Leuk snoek. Ja, aantallen vangen, let's go! Twee snoeken. Hoppa! Dat is even lekker. Dat is lekker, hè? Prachtig beestje. Ja. Maar ik voelde die aanwezig ook helemaal niet. Voor mij dook er zo mooi op. Ja? Maar dat was ik. Dus lachen even, twee dubbeltjes. Hey, leuk. Lach gewoon. Lekker laten zwemmen. Dag 1 is voorbij. Het was een zeer taaie dag. Maar gelukkig was het wel een gezellige dag. Ik wist in ieder geval één ding. Ik moest terugkomen naar dit water. Ik moest op zoek gaan naar die ene grote vis die hier ergens rond moest zwemmen. Dus over een paar dagen ga ik terug. Goedemorgen mensen. Dag nummer 2. We gaan vandaag weer smijten met de pike en de andere groot kunstaas. En ik ben met niemand minder dan Nelis en Kelvin. We gaan eens even kijken of de pike vandaag een vis op gaat leveren. En ergens weet je gewoon in je achterhoofd dat als er een vis op klapt, is het in ieder geval geen 50 centimeter visje. Lekker een grote vis, ja. Precies. Dus wij gaan smijten en eens kijken wat we gaan vangen vandaag. Knallen! Vandaag gaan we vissen op een voor mij wat onbekender water. Het is een soort zijtak van een enorm water. Dus hey, grote snoek zouden moeten liggen. Het wordt ook kouder, dus ik hoop dat die vissen allemaal de smalle sloten intrekken. En dan gaan we vandaag achterkomen. Dus zoals je kan zien, begin eerst bij een klein poldersslootje. En daarna gaan we door naar het volgende stukje. Oh, volgen.
Volger? Volger? Oh ja, kleintje. Misschien wil hij de pike. Ja, pak de pike. Hij voor je toe. Ik zie hem. Hij kijkt er echt naar, hè? Nee, zeg het je. Nadat de eerste snoek van Kelvin interesse had getoond in mijn pike, wist ik het zeker. Er moest toch een hongerige grote snoek liggen die mijn aasje wel zou willen pakken. Ja, op de pike, op de pike! Op de pike! Op de pike! Oh, die moet hij hebben. Pak eens, net hem, net hem. Trek hem, Brett. Trek hem, Brett. Ja! Oh, op de pike! Holy fuck! Holy shit, gast. Op de pike! Lekker. Nee! Ready, Brett? Hey, jongens. Komt-ie. Oh! Nee, dat is 1-10 hoor. Nieuw PR. 1-10. Is makkelijk. Nieuw PR. Ja, die gaat richting 1-10 inderdaad. Wow, jongens, ik kan echt niet meer. Ik heb geen woorden meer. Nieuw PR. 1 meter fucking 19. Dit is gewoon bizar. Op de Savage Gear Pike. Het is gelukt. Pike eats pike. Wat een vis. Ik ben zo ongelooflijk blij. Ik ga me lekker laten zwemmen. Wauw, wat een vis. Ik kan het gewoon nog steeds niet geloven. Holy shit. 1 meter 19 op de pike. Gewoon een van de allereerste sessies dat ik ermee sta te gooien. En dan gelijk zo'n knappe vis erop mogen vangen. Ja, dat is gewoon bizar. Ik kan het echt niet geloven. Ik ben er ook echt onwijs blij mee. Ik heb gewoon geen woorden meer. Mijn dag kan echt, echt niet meer stuk vandaag. Maar ja, dat aasje ga ik dus niet meer mee vissen. Want die gaat in het PR-bakje. Ik ga een mooie foto uitprinten van de snoek. Aasje ervoor leggen. Maar ja, dat betekent dat ik nu met een ander aasje moet vissen. Dus tijd voor de X-buster. Ik ben door het binnengrachtje heen en het is hier nog best wel diep hier zo, in zo'n slootje. Maar ja, dan zou ik zeggen dat de snoek er ook moet liggen. We hebben wat aasvis gevonden dus en een klein snoekje schoot weg. Dus wie weet zwemt hier nog wel een ander snoekje bij. Mooie BKK UV-haken eronder gehangen. Geeft toch ja, een mooi effectje of zo met een rode staartje en die fel oranje dreggen. Ja, je ziet het al, hij is toch al gepakt in het dreggen ook. Dus heeft toch vis op gehad. Niet in deze video, dit is al nou, ondertussen een maand geleden of zo dat deze volgepakt was door een snoek. Niet één keer, maar ook even 100 keer. Dus ja, dit aasje doet het super goed. Dus gaan we hier even proberen. Ja, volger, volger, volger. Volger. Kleintje. Hij kijkt er alleen maar naar. Ah, hij is weg. Even een ander aasje eraan hangen, want ze zitten er wel. Dus we wisselen de X-buster even af. Met, ik denk, een spinnerbait. Dat heb ik even aangehangen voor de... Oeh, beetje glad. Even kijken, een spinnerbeetje denk ik dat het gaat worden. Kijk. Zullen we doen oranje? Oranje spinnerbait of groen? We gaan lekker voor oranje vandaag. Want ja, oranje heeft tot nu toe dus wel wat opgeleverd al. Tenminste, volgers. Nou, gaan we eens even kijken. Plop. Spinnenbeetje werken ook altijd echt super goed. Oh, zo! Brett! Ja. Die staat er wel sick op, man. Een donker snoek langs Niels' mouw. We zijn aangekomen op de volgende spot. Misschien kennen jullie deze plek al wel, want ik heb hier al een keer eerder een video gemaakt. Maar hey. Mooi kommetje achter ons. Dus hier gaan we nu even gooien. X-buster nog steeds eraan. Ik ben benieuwd. Ja! Wat een bak ook, joh.
Hij heeft er gewoon het first genomen. Kijk eens. Echte bak. TX-Buster. Werkt altijd goed. Hop. Voilà. Klein snoekje. Geen reus in vergelijking tot die E19 die ik net had. Maar hey, toch weer een leuke visie, toch? Dit is een beetje het formaat waarmee ik die E19 ving. Zo, die wou er graag vandoor, denk ik. Toppie. De avond begint nu langzaam te vallen, dus ik denk dat we er zometeen een eind aan moeten breien voor dag 2. Wat een absoluut onvergetelijke dag was dit. Ik weet in ieder geval dat ik weer een nieuwe pike moet gaan kopen, want met die pike ga ik dus echt absoluut niet meer vissen. Dus ja, ik denk dat we morgen of overmorgen even naar de hengelsportwinkel rijden en even een nieuwe pike moeten kopen. Want ja, hij werkt gewoon. Er klappen gewoon dikke vissen op. Dus ja, nieuwe pike kopen, want ik ben nog niet klaar met het vissen met die dikke pike. Dag nummer 3, de laatste dag dat ik ga vissen met de Surfskeer pike voor deze video. De waterwolf hangt ook weer aan de lijn, dus kijken of wij een paar hele dikke volgers gaan kunnen filmen. Ik ben benieuwd. We zijn op hetzelfde water als de afgelopen 2 dagen. Dus er moet nog wel een grote vis liggen, hoop ik. We gaan zoeken. Oh, het is echt niet normaal hoe zwaar dit aasje al niet is. 355 gram. Dit is echt een aasje waar je de aankomende dagen spierpijn van gaat krijgen. Maar ik doe het allemaal voor jullie. Om te laten zien dat je met dit soort aasjes ook gewoon prima kan werpen. En niet altijd alleen maar hoeft te trollen. Binnen grachtje idee is. De buitenkant daar wouden ze nog niet echt. Ik heb hier dat ik wel 1 volger had, maar ik durf het niet met zekerheid te zeggen. En daar heb je een waterwolf. Zo kan je al je beelden terugkijken. Dat is het voordeel van een waterwolfcamera eronder hangen. Dus ik ben benieuwd of er toevallig toch eentje gevolgd heeft, wat ik nog niet gezien heb in het midden. Maar ja, de laatste keer dat ik hier was met Daniel, toen had ik heel veel volgers, maar toen had ik geen waterwolfcamera. Dus ja, dat is lastig. Maar nu wel. Maar ja, het kan ook zijn dat zo'n waterwolfcamera de vis afschrikt. Dus ik haal hem er straks ook nog even af. En kijk even of ze dan misschien wel interesse tonen. Ja. Volger. Ja. Recht voor me, hij ligt er nog. Nee! Ik kreeg net een mooie volger op de pike. Maar de vis toonde nog 1 keer interesse daarna. Daarna deed hij niks meer. Dus ik ga even gauw de pike eraf halen. Dan ga ik even kijken of die wil happen op de perch. Perch is ook een line through aas van Sevskeer. De actie van deze roodje is echt wel heel mooi. Hele mooie actie in kunstaas. Nou, in vergelijking tot die snoek heeft dit veel meer actie. Maar dat komt omdat een snoek ook alleen maar actie in de staart heeft. En een voren of baars hebben actie door het lijfje heen. Dus op zich, het matcht wel. Wel een vet aasje hoor. Ik zag toen die snoek net had gesprongen, zag ik aasjes voorbij zwemmen. Die waren gewoon echt het perfecte formaat. Dus die snoek is die aasvis nu lekker aan het opjagen, dat is mooi. Maar ja, pak dan mijn roodje even in een mooie baarskleuren. Nog steeds aasvis, dat is echt super goed dat het overal ligt hier. Ja! Dat was weer een metervis. Ik heb nu ook al een paar keer gevist met een wat kleiner aasje, zoals net met een roach. En Daniel vismeester die viste ook met een kleiner aasje, met een zilla als het goed is, van Berkeley. En ik heb wel gemerkt dat ik alle volgers kreeg en aanbeten kreeg. En het kleinere aas kreeg gewoon geen interesse. En wat ik dan zit te denken, snoeken zijn heel territoriaal. Snoeken die willen eigenlijk de kleinere snoeken willen ze aan de kant jagen. Nou ja, dan is dit aasje dus echt perfect. Gewoon een andere snoeker aan hangen. Het goede nieuws is, het ligt ook helemaal vol met aasvissen, dus hier moet er ook gewoon eentje liggen. Oh, het ging een beetje achteraan. Hij ligt er nog. Zie je wel? Hij ligt hier gewoon nog recht voor. Het is een mooi dat je het al zegt, en er moet er eentje liggen. Oh, komt er een. Het is tot een eind gekomen. 3 dagen hardcore vissen met de Surfskeer pike. Wat een bizarre sessies waren dat, zeg. Vooral vandaag superveel volgers gekregen op dit prachtige stukje kunstaas.
Ik denk dat ik ook echt niet mag klagen met mijn nieuwe PR, 1,19 meter. Ik kan nog steeds niet geloven dat ik gewoon mijn PR na 6, 7 jaar lang verbroken van 1,4 meter naar 1,19 meter. Bizar avontuur. Iedereen bedankt die mee is geweest. En ik kijk uit naar het volgende avontuur. Ik wil jullie ook bedanken voor het kijken naar deze prachtvideo. Ben je nog niet geabonneerd? Abonneer even hier beneden. Vond je deze video ook te gek, net zoals ik? Doe een blauw duimpje omhoog en laat even weten wat jij van dit avontuur vond in de comments. Zie ik jullie bij de volgende video. Tot de volgende.